In dit filmpje gaan we tonen hoe we een frequentietabel opstellen voor de leeftijden. Dus onze leeftijden zitten nog steeds in onze lijst L1. Dus we gaan naar stad, edit. En dan zien we dat we onze leeftijden in lijst 1 staan hebben en ze zijn al gesorteerd. En we weten dat de leeftijd 13 de minimale leeftijd is en de leeftijd 23 is de maximale leeftijd. Die ruwe gegevens, die gesorteerde ruwe gegevens, die mogen in lijst 1 blijven staan. En vanaf lijst 2 beginnen we met het opstellen van onze frequentietabel. In de eerste kolom gaan we onze leeftijden schrijven, maar telkens maar één keer en van klein naar groot. Dus 13 is onze eerste leeftijd, 14 enzovoort tot en met 23. Voilà, dus onze leeftijden zijn ingegeven, telkens één keer van klein naar groot. In lijst 3 gaan we onze absolute frequenties zetten. Als we dit manueel zouden moeten bepalen, de absolute frequenties, zouden we elke leeftijd moeten turven. En dan telkens het aantal streepjes tellen in de turfruimte en dan onze absolute frequenties gaan invullen. Wanneer we zoveel mogelijk ons rekentoestel willen gebruiken, dan kunnen we die absolute frequenties bepalen aan de hand van een histogram. En dat hebben we al gedaan, we hebben onze histogram al getekend. En daaruit hebben we afgelezen dat de absolute frequentie van de leeftijd 13, dat 4 was, van 14, 9, van 15, 7, dan hadden we 2, 4, 5, 4, 5, 5, 2 en 3. Dus tot nu toe hebben we in onze frequentietabel van de leeftijden aan de linkerkant in L2 dan de leeftijden en dan in L3 hebben we de bijhorende absolute frequenties. Wat komt er in lijst 4 te staan? Dat zijn de relatieve frequenties. Dat is niks anders dan de absolute frequentie, maar dan omgezet naar percentages. In ons geval is onze steekproefgrootte 50. We hebben dus 50 personen ondervraagd. Dus wanneer ik kijk naar het getal 4 hier, die 4, dat is de absolute frequentie van de leeftijd 13. Dus dat wil zeggen, 4 van de 50 ondervraagden is 13 jaar oud. Hoeveel procent is dat? Ja, dat is natuurlijk 8%, want 4 op 50 komt overeen met 8 op 100. Dus ik zou kunnen zeggen, ik vermenigvuldig alle getallen uit lijst 3 gewoon met 2. In dit geval gaat dat kloppen. Maar stel dat onze steekproefgrootte niet 50 is, maar bijvoorbeeld 35, dan moeten we wel weten hoe we die omzetting doen naar percentage. Nu, hoe ziet die formule eruit? We gaan de waarden in lijst 3 gaan we delen door 50, dus delen door onze steekproefgrootte, en maal 100 doen. Hoe doen we dat? We gaan helemaal bovenaan staan, dus we zien dat L4 nu geselecteerd is, helemaal bovenaan. En we gaan daar een formule in geven. En die formule ziet er als volgt uit. We gaan lijst 3, dus haakje open, second lijst 3, delen door 50. Dat haakje gaan we ook sluiten. En we doen maal 100. Dus dat wil zeggen dat we alle waarden uit lijst 3 gaan delen door 50 en gaan vermenigvuldigen met 100. En we enteren en dan zien we dat automatisch al die getallen tegelijkertijd worden ingegeven. Dus dat zijn de relatieve frequenties die in lijst 4 komen te staan. We hebben nog twee kolommen te gaan, namelijk de cumulatieve absolute frequentie en de cumulatieve relatieve frequentie. Ook dat gaan we doen door middel van het ingeven van een formule helemaal bovenaan. Dus we gaan op L5 staan, waar L5 zelf staat. En dan gaan we
naar second catalog. En in die second catalog vinden we een overzicht van alle functies die voorkomen in ons rekentoestel. Die staan allemaal alfabetisch gerangschikt. En dan gaan we naar de C. En dan komen we op een gegeven moment de functie tegen cumulatieve som, die we hier vinden. Cumsum. Cumulatieve som. En we enteren. En die cumulatieve absolute frequentie die we nu aan het bepalen zijn, die wordt natuurlijk berekend op basis van de absolute frequentie. Dus op basis van de gegevens die ik terugvind in lijst 3. Dus we gaan tussen haakjes second L3 zetten. Niet vergeten ons haakje te sluiten. En we enteren. En automatisch in lijst 5 komen de cumulatieve absolute frequenties te staan. En we weten vanuit de manuele werkwijze dat ons laatste getal bij de cumulatieve absolute frequentie 50 moet zijn, want 50 mensen hebben de hoogste leeftijd of zijn jonger. Dan hebben we nog één kolom. En die ene kolom is de cumulatieve relatieve frequentie. We zouden op dezelfde manier kunnen te werk gaan als voor de cumulatieve absolute frequentie, namelijk met de functie cumsum. Maar nu moeten we dan cumsum nemen op basis van lijst 4. Dat is een mogelijkheid. Dat kan. Of we zetten gewoon de lijst 5, dus de cumulatieve absolute frequentie, om naar procent. Dat is misschien iets eenvoudiger. Dus we gaan opnieuw helemaal bovenaan staan, bij L6 in de kolom kop. En we vullen de volgende formule in. Second L5. Gedeeld door 50, haakje toe, maal 100. Dus op die manier hebben we de cumulatieve absolute frequentie omgezet naar procent. Mogelijke controle, het laatste getal hier bij de cumulatieve relatieve frequentie is altijd 100. Want 100% van de ondervraagden heeft de hoogste leeftijd of is jonger. Dus op dit moment is onze volledige frequentietabel opgesteld. Even herhalen van links naar rechts. Dus in lijst 1 mogen gerust uw ruwe gegevens blijven staan. Onze frequentietabel begint bij L2. Dus we hebben onze leeftijden van klein naar groot, van 13 tot en met 23, telkens één keer genoteerd. Daarnaast hebben we de kolom in lijst 3, de absolute frequentie. Die getallen zijn afkomstig van de aflezing uit het histogram. Dus we hebben die eventjes op een apart papier genoteerd en hier ingevoerd. Lijst 4, wat staat daarin? Dat zijn de relatieve frequenties. Dus dat is de omzetting van lijst 3, dus de absolute frequentie, naar procent. We hebben gedeeld door 50 en maal 100 gedaan. In lijst 5 zit de cumulatieve absolute frequentie. Daarvoor hebben we de functie cumulatieve som, dus cumsum, gebruikt op basis van lijst 3. En in de laatste lijst staat de cumulatieve relatieve frequentie. Dat is de omzetting van lijst 5 in percentages.